Morgen, ik heb net een lekker eitje gemaakt voor mij en voor Nessie. Met lekker veel groenten en ik heb net een vlog online gegooid. Jongens, ik ben inmiddels omgekleed. Ik heb mijn sportoutfit aan en wij gaan gewoon even sporten. Even de dag gewoon goed beginnen. Wij zijn inmiddels in de gym. Ik stop de fiets. Goed begin. Ik ga even een half uurtje hierop en dan ga ik mijn benen trainen. Het is wel echt een lekker begin van je dag. We hebben een omeletje gegeten en daarna zijn we gewoon gelijk naar de gym gegaan. Ik ben inmiddels omgekleed. Ik heb mijn nieuwe blouseje aan van Boohoo. Met een witte broek. Met een Louboutin oorbelletjes weer voor de verandering. Ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Dit is mijn blouseje. Ik vind deze blouse echt zo leuk. En ik doe er eindelijk mijn nieuwe tasje erbij. Het is de eerste keer dat ik mijn nieuwe tas draag. Echt super cute. Ik zit inmiddels in de auto. Wacht op Nessie, want hij is naar de kruidvat. Hij heeft last van zijn keel. Dus hij moest even een paar dingetjes halen van de kruidvat. Oh, hij komt er al aan. En wij gaan zo naar de makelaar. Want wij stonden best wel even op een wachtlijn. Op een wachtlijst. Voor een huis. In een buurt waar we heel graag willen wonen. Maar de nieuwbouwprojecten waren daar elke keer heel snel verkocht eigenlijk. En toen kregen we dus van het weekend een mailtje van. Dat er weer één beschikbaar is omdat de koper dus van de koop afziet. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan nu naar de makelaar. We moeten even een uurtje rijden. En dan even afwachten hoe het allemaal gaat. We zitten nu bij de tank en hij is met echt wel lekker stom bij het hebben gewoon. Hij heeft een croissantje met kaas. En een theetje. En ik heb hier een cappuccino. Nessie is vandaag dus echt heel erg ziek. Hij drinkt echt bijna nul thee. Maar vandaag dus zijn thee gehaald. Lekker. Met honing. De tweede ronde. Lekker man. Ik ben er wel eens een tikzak laten overkomen. Ik kan ons echt nog wennen aan het feit dat ik dus geen wimpers meer heb. En vooral nu ik kale plekken heb. Omdat ik het heel hard eraf had gelukt. En ik moet ook even kijken hoe ik mijn ogen precies moet opmaken om ze een beetje groot te laten lijken zonder nepwimpers. Vind je met of zonder nepwimpers mooi? Mensen vinden zonder veel mooier. Mannen vinden denk ik over het algemeen nepwimpers heel erg lelijk. Ik kom er net van de makelaar. We hebben echt een heel goed gesprek gehad. En dat was tot nu toe wel ons favoriet, hè? Ja. Het was echt een topwoning. Het was echt een topwoning. Ik ben heel erg blij dat ik het gesprek heb gehad en we zijn opgebeld. Het regent nu echt enorm buiten. We lopen even naar de auto. Wij zitten dus weer in de auto en ik ben super happy, want ik weet zeker dat dit een wordt. Het moet maar niet. Nee, wij hebben dus alle informatie meegenomen en wij gaan nog even overleggen met de ouders. Want dat vinden wij ook belangrijk, maar ik weet zeker dat ze dit gewoon echt helemaal perfect gaan vinden. We hebben een tuin van 13 meter lang. Onze woonkamer is niet normaal groot. Ik krijg mijn droomkeuken. Ik ben hier echt zo van overtuigd dat dit hem gaat worden. Ik ga niks zeggen. Zullen we er langs rijden? We gaan nu even langs de buurt rijden. En ja, echt tof. Wij gaan hier lekker lunchen. Ik heb hier even een koffietje besteld. Een heel leuk tentje. Lekker afgelegen, lekker rustig. Vinden wij heerlijk. Even wennen aan het feit dat we straks in een dorpje wonen. Dit is mijn... Dit is mijn lunch. Ik heb een omelet zonder brood. En deze dikzak natuurlijk met brood. Want ik ben dik. Ja, klopt. Ik ben nu Nessie. Zijn bij de oorspecialist. Nessie heeft zijn nieuwe oordopjes. Optredens. Anders word ik doof. Ja. Want hoor ik er helemaal niks of minder? Minder. Hier staat met min 15 decibel. Heb je zelf die kleur uitgekozen? Rood. Ja, rood aan de rechterkant en grijs aan de linkerkant. Zo, het is inmiddels een paar uur verder. Ik zit nu op de bank. Ik ben net even naar de Albertijn geweest en ik heb even een paar dingen gehaald die ik echt nodig had. En ik ben letterlijk in mijn pyjama naar de Albertijn gegaan met scheid. Ik voel me alleen niet zo lekker. Ik heb echt heel erg buikkrampen. Goed ook mijn dag is begonnen, hoe slecht die nu is. Nee, ik heb gewoon echt heel erg buikkrampen. En ik lig nu lekker op de bank. Ik heb even snel een theetje gezet. En ik ga gewoon even relaxen op de bank, dat ik me even wat beter voel. En daarna ga ik even koken. Dus ik ben gelukkig nu naar de motorrijles, heb ik even tijd voor mezelf. En daarna ga ik even koken. Ik voel me zo slecht nu. Nessie is inmiddels onderweg naar huis en ik ben pasta aan het maken. Pasta bolognese. Ik heb lekker sausje alvast gemaakt. Lekker groente erin gesneden. Heerlijk. Dat vind ik altijd zo'n lekker moment.
Oh, lekker. Lang geleden dit. Ik eet het echt letterlijk omdat ik me slecht voel. Ik heb het echt nog nooit gehad. Zo helemaal vieze mond van de pasta. Ik heb een hele pan vol met pasta. Deze man heeft alles opgegeten. Hoe doe je dat vandaag? Oh, hij mijn buik een beetje. Ik heb gewoon 3 borden pasta gegeten. Dat was gewoon lekker. Jij eet nooit zoveel. Ik heb 4 borden gegeten, wat 3. Ben je echt serieus? Holla, 4. Oh my god. Wat zei jij? Ik zeg, heb je altijd zo gevlogd? Kijk je het? Laat zien. Hij is weg, nee. Het is spinazie bij je tand. Oh, spinach girl. Zoveel gegeten. Kom maar. Schaam je een beetje. Een dikke buik. Oh, mijn buik is zo dik. Oh, dit is echt zo slecht, jongens. Het is 10:30. Ik zit inmiddels in de auto. Het is super koud buiten. Ik heb echt mijn stoelverwarming op hardste stand gezet, omdat ik het zo koud heb. En wat nog slechter is, ik ga gewoon naar de McDonald's nu. Ik heb echt zo erg zin in zoetigheid. Ik moest gewoon iets hebben. En ik rijd nu dus gewoon naar de McDonald's. Ik heb er echt zin in. Ik heb gewoon zin in appeltaart. Ik heb zin in citroencake. Ik heb zin in macarons. Ik heb zin in ijs. Ik heb overal zin in. Ik keek net een serie, want ik wou een serie kijken. En letterlijk iedereen in de serie was aan het kijken. Toen dacht ik, ja, dat wil ik. Ik wil alles wat je eet. Ik heb gewoon heel erg veel trek en zoetigheid. Oké. Okay. Ik heb niet 1 toetje besteld. Niet 2 toetjes besteld, maar 3. Oh. Oké, ik ga echt stuk om mezelf. Ik heb hier een grote cappuccino. Oh, ik krijg allemaal doosjes. Lekker. Ik heb als eerst macarons gehaald. Heerlijk. Appeltaart. Deze ziet er zo goed uit. Ik heb deze nog niet geproefd, maar lijkt me zo lekker. En een... suikerdonut. Ik zweer, ik snap de mensen echt niet altijd alleen maar voor chocoladedonut gaan, want dit is gewoon de best. Dit is gewoon de beste dag van mijn leven.